Hans, vertel eens over jezelf. Ja, dat doe ik graag. Dankjewel. Lekker. Beetje eng. En Ben denkt, ik stap van mijn ezel af. Papa, kan ik straf krijgen voor iets wat ik niet gedaan heb? En dat is recht. En dat is kom. Zijn er dingen nodig? Zo nee, hoe kunnen ze dan niet minder? Ja, jongens en meisjes. Ei van de week, dacht ik. Ei van de week, ja. We zijn weer begonnen met de week. En vandaag is 14 februari. Dus we willen dingen. Je ziet des vaders maar in het Werkjournaal. Het Werkjournaal. Camera, geluid en actie. Ja, ja, we zijn er weer. Ja, het is er. Het is Werkjournaal van vrijdag 2 juni 2023. En fijn dat jullie kijken naar deze uitzending. Ja, Patrick, want we schakelen nu snel over naar Glenn. Want vorige week vertelde Glenn en Tineke dat ze meedoen aan de Alpe d'Huez. En dat is een actie waarbij deelnemers geld verdienen door voor onderzoek naar kanker. Glenn, hoor je mij? Hoe vaak ben je over de finish gegaan? Kijk, dit is mijn eerste finish. Goedemorgen allemaal. Oh, mijn eerste finish, hè? Now the line, zie alle mensen aan de kant. Ik ben even boven komen. Heb je al bekenden gezien? Ik heb geen bekenden gezien. Maar ze komen wel. Kijk eens wat een energie. Wat een energie, man. Dat was het. Hoi, Erik. Dank je, Glenn. Hey. Glenn. Zag toch een bekende, bedankt dat je even live in de uitzending wilde komen. We hebben nu ook contact met Tineke van Spartake. Tineke, waar ben je nu? Hi, ik sta hier bij de start voor de tweede beklimming. Hartstikke mooi weer inmiddels. Een drukte van belang. Op de achtergrond zie je de mooie bergen. Ik ga mijn best weer doen. Doei! Nou, Tineke, succes. We komen straks nog even bij je terug. We gaan nu eerst naar je collega van Glenn. Naar de collega van Glenn van de geestelijke zorg. Want Marcus die gaat naar het kruispunt. Want Marion die heeft nog wat te vertellen. Hallo Marion, we horen dat je aan de werk gaat doen. Vind je me leuk hier? Ja Marcus, ik vind het nog wel heel leuk. En ik ga iedereen ook ontzettend missen. Dus ik ga een beetje met pijn in mijn hart weg. Maar ik ga ook iets heel moois weer doen. Ik ga voor mensen zorgen die heel verdrietig zijn. En wat voor werk ga je doen? Nou, ik word uitvaartverzorger. Dus ik ga mensen helpen, nabestaanden vooral. Die afscheid gaan nemen van mensen die overleden zijn. En dan gaan we een heel mooi afscheid voor die mensen maken. En ik ga dan natuurlijk ook wel mensen een beetje troosten als ze verdrietig zijn. Beetje hetzelfde als wat ik hier doe. Ja. En hoe lang werk je hier al? Ik heb hier 4,5 jaar gewerkt. Ja. Word laatst gezien als voorganger in de kerk. Nou, het is heel goed dat je dat vraagt, Marcus. Want dan kan ik gelijk iedereen uitnodigen. Aanstaande zondag op 4 juni ben ik voor het laatst hier in het kruispunt als voorganger. En de dienst begint om 11 uur en ik zou het heel, heel leuk vinden om jullie daar allemaal te zien en voor de laatste keer nog even uit te zwaaien. Wat is het leukste wat je bij de geestelijke zorg hebt meegemaakt? Nou, de allerleukste dingen zijn natuurlijk de samenwerkingen met cliënten. Dus met kerstvieringen, met paasvieringen, als de cliënten dan met ons meededen hier op het podium of in de zaal. Of we gingen filmopnames maken met jullie, dat waren eigenlijk wel de leukste dingen. Is er nog iets wat je wilt zeggen tegen de mensen die nu kijken?
Ja, ik wil heel graag nog iets zeggen. Ik wil iedereen op de Willem van den Berg, alle cliënten en alle begeleiders en alle collega's, heel erg bedanken dat ik hier een tijdje onderdeel mocht zijn van het leven hier. Het is prachtig om met jullie op te trekken. Ik heb er heel veel van geleerd. En ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik toch wel een beetje anders naar de wereld ben gaan kijken nu ik jullie heb leren kennen. En dat zal ik voor altijd met me meenemen. Dus ik wens jullie alle goeds toe. En nou ja, bedankt voor alle mooie momenten die we met elkaar hebben gehad. Nou, bedankt Marjon en veel plezier bij je nieuwe baan. Dankjewel, Marcus. Jammer, hè? Dat Marjon weggaat. Ja. Echt super jammer. We zullen je zeker missen. Ja, echt waar. Even naar het gebaar van de week. Larissa is nog steeds bij de boerderij. De overkant voor een nieuw gebaar. Het gebaar van de week. Hoi allemaal. Welkom weer bij het gebaar van de week. We zijn nog steeds op de boerderij. Weten jullie het gebaar nog? Boerderij. En vorige week hadden we aaien. Nu krijgen de dieren ook vaak wat te eten. Dat doen de mensen hier op de boerderij. Zij geven de dieren eten. Ik ga jullie het gebaar van voeren uitleggen. Je maakt een vuist, legt je duim erop en je maakt het gebaar van eten. En daarna geef je het eten weg. Doe maar mee. Voeren. Dus je vuist naar je toe en je geeft het weg. Voeren. Kijk, hier worden de varkens gevoerd. Bedankt voor het meedoen. Tot volgende week. Het gebaar van de week. Ja, ja, dat was een leuk gebaar. Echt waar. Voeren. En dan gaan we nu naar Luciano, want hij heeft een nieuwe rubriek met bijzondere wereldrecords. Dus ik ben benieuwd. Droom jij er ook wel eens van om ergens heel goed in te worden? Nou, het kan hoor. Luciano laat je vandaag weer een paar onbekende mensen zien die ergens heel goed in zijn geworden. Dag kijkers, ik ben Luciano en ik ga in deze nieuwe rubriek nieuw wereldrecords laten zien. Walnoten zijn lastig open te krijgen, want ze hebben een heel dikke schil. Daar heeft Mohammed Rashid uit Pakistan geen last van. René Richter uit Tsjechië is de volgende die wereldrecord behaalt, want hij maakt met zijn mond maar liefst 36 blikjes open in 1 minuut. Doe dit thuis niet na en lever liever je blikjes in bij de winkel, want daar krijg je tegenwoordig statiegeld voor. Het laatste wereldrecord vandaag is van David Rush. Hij trapte 100 ballonnen kapot in iets meer dan 22 seconden. En ook dat had nog niemand sneller gedaan. Dit waren de wereldrecords voor deze week. Tot de volgende keer. Bedankt hè Luciano. Tot zover de bijzondere wereldrecords van deze keer. Je ziet het allemaal in het Bergjournaal. Nou ja, zeg. Ja, nou, je zou er hoofdpijn van krijgen. Lijkt me pijnlijk, denk ik. We gaan het nu nog, Edwin. Nee. We gaan nu weer naar de gezelligste markt. Want Sander staat bij Sandra en Mart, meester Bastiaan, voor de gejagen 9-0. Ja, hier zijn we weer, hè, met geen ja, geen 9-0. Wie zegt dit keer zo lang mogelijk geen ja, geen nee of bij Sander? En de winnaar die krijgt een ontzettend mooie sleutelganger. En die geeft niet alleen licht, nee, er zit ook nog een muntje in voor het karretje in de supermarkt. Hallo allemaal, we zijn hier weer op de markt voor een nieuwe aflevering van Gejagen 9. We beginnen met Sandra, het tijd gaat nu in. Hallo Sandra. Hallo. Hoe was je dag altijd en wat doe je hier? Ik vind het altijd gezellig om hier je eventjes te kijken en ik koop soms wel eens wat. Verkoop je hier ook wat? Ja. Nee, ik koop hier... Nee, ik ben de taxi. 14 seconden. 14 seconden, dat is best goed. Even kijken of Sebastiaan beter kan. De tijd gaat nu in.
Wat doe je hier allemaal als marktmeester, Sebastiaan? Graampjes neerzetten, koffie zetten, alles klaarzetten voor de mensen. Dus door jou lijden ze niet droog? Een beetje. Dat is mooi, toch? Kan. Ze kunnen zelf ook drinken meenemen. Ja, kan altijd. Net zoals daar zo, bij de restaurant wat halen, toch? Aha. Aha! Nou, oké, doorgaan. Doe je nog meer? Ik doe wel veel dingen. Genoeg. Best veel dus. Ik heb geen tijd meer om mijn vrije tijd te doen. Wat doe je normaal als dagbesteding? 45 seconden, maar je hebt gewonnen! Je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Dankjewel. Dit was de aflevering van Jagen in Gut. Volgende keer, dag. Wil jij nou ook zo'n mooie sleutelhanger winnen met lampje en muntje voor een winkelwagentje? Nou, geef je dan snel op, want op is op. Ja, nou Sebastiaan, knap gedaan. Gedaan, ja. 45 seconden, dat is echt heel lang. Dat is lang, ja. Maar, nog niet helemaal volgehouden, maar bijna. En dan gaan we nu naar Kees Vonk, want die hebben we al een heel tijd niet gezien. Kees Vonk. Ik ben Kees en ik ben gek op de natuur en alles wat erin leeft. Daarom reis ik de hele wereld over, op zoek naar de meest bijzondere dieren. Welkom in mijn wereld, Kees Wilde Wereld. Ja, goedemiddag, hier zijn we weer met de avonturen van Kees Vonk. We zijn een tijdje vrij geweest, maar ja, dat komt omdat de regie natuurlijk weer zo nodig vakantie moet nemen. En dan, dan kunnen we waarschijnlijk weer niet zonder, maar hij loopt toch alleen maar in de weg. Nou, hij vindt eikels de tekkers. Holy moly, ja, daar zie ik een hele mooie Vlaamse gaai. En een Vlaamse gaai is een hele mooie vogel. He, die herken je eigenlijk aan zijn witte staart die uitloopt vanuit het zwarte. En bovenop zijn kop is hij wat lichter. En heeft hij een heel klein beetje een hanenkammetje. En aan de onderkant van zijn kopje is hij wit. Het is een hele schitterende vogel. En als je een Vlaamse gaai, als je die een beetje boos maakt, dan gaan zijn haren op zijn kop gaan recht overeind. En dan moet je eigenlijk een soort van wegwezen. Mannetjes en vrouwtjes zien er allebei hetzelfde uit. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want met de meeste vogels zijn de mannetjes altijd heel kleurrijk, heel mooi. En zijn de vrouwtjes altijd gewoon, die hebben maar een beetje één bruine kleur. Hè. Dat komt omdat de vrouwtjes altijd in het nest zitten en waardoor je ze niet herkent. Maar bij de Vlaamse gaai zijn ze allebei hetzelfde. Ja, schitterend. Zie er nou twee. April is al geweest natuurlijk, dus het nestje is al lang al uitgevlogen, denk ik. Nou, ik weet wel zeker, hè, want we zijn natuurlijk al bijna, of we zijn al begin juni. Schitterend, ja. Mooie gaai. Heel mooi. Nou jongens, dit waren de avonturen weer van Kees Vonk. Laters! Oh, hij vliegt weg. Ja, dat was mooi hoor, Kees Vonk. Vandaag hebben we een speciaal optreden, hier staat hij, van Jeroen van Katwijk. Yeah. Goedemiddag allemaal. Dames, hallo jongens, dat is lang geleden. We zien zijn nieuwe single, Eswin. Maar we stellen nu eerst een paar vragen. Jeroen, waarom zien we je zo weinig optreden de laatste tijd? Nou, ik heb begin van het jaar een lastig jaar achter de rug gehad. Mijn vader is ernstig ziek geweest. Hij is opgenomen in het ziekenhuis. En sinds 4 maanden heeft hij in het ziekenhuis gelegen. Ja, en gelukkig godzijdank is hij er nog, want de periode kon ik niet gaan optreden. Dus het was een beetje een hectisch jaar voor mij geweest. Het gaat nu wel beter met je vader? Omstandigheden gaat redelijk goed met hem, maar hij is er nog niet. Maar het gaat wel rustig aan tot we vanaf juni weer rustig weer gaan optreden, zeg maar. Oké, helemaal super. Zeker. En hoe gaat het nu met jou? Met mij gaat het redelijk goed, ja. Ja, zeker. Mooi. Ik ben weer blij om hier weer bij jullie te zijn. Een half jaar geleden, jongens. Nou, je komt gelukkig wel optreden bij het Bergpop. Ja, hoe laat sta je op het hoofdpodium? Ik sta dit jaar iets eerder dan vorig jaar. Ik sta nu 11:45 tot 12:30. En dan, ik hoop dat jullie allemaal op zaterdag 24 juni allemaal komen kijken naar mijn optreden. Laat me gezellig, jongens. Iedereen mag komen, gezellig. Ja. Kom gelukkig wel optreden bij Bergpop. Oh nee, wel wat. Vorig jaar zong je op Bergpop een nummer met Django Wagner. Klopt. Ja, en zing je dit
ja, ook de wedden van Duits of niet? Als, ik heb het toen met hem een bericht gestuurd via Instagram van Frans Duits. Ik zeg, Frans, ik heb vorig jaar een duet met je collega mogen doen met Jan Wachter. Is het mogelijk dat ik dit jaar met jou misschien ook een duet mag doen? Hij zegt, dan gaan we daar bekijken. En als het goed is, dan gaat het goed komen, jongens. Yeah. Wat vond je tot nu toe je mooiste optreden? Ik heb twee hoogtepunten uit mijn leven nu. De eerste keer was vorig jaar, dat ik na 10 jaar, tot ik eindelijk in de feestweek bij ons in Katwijk aan de Rijn mocht optreden. Bij de Roskam. Meer dan 800 tegen de 1000 mensen aan zat het wel ongeveer. En ik gooch in Duitsland, 5 november. Oh, ja. Gala. Ja, het was galafeest was dat, ja. Dat was heel erg leuk. Nee, Roen, die gaat nu vandaag. Ik zie de zon zingen, toch? Ja, ik zie de zon vandaag. Het nummer is eind april uitkomen. Ja, klopt. Nou, heel veel succes. Dank jullie wel, jongens. Nou, jongens, speciaal voor jullie mijn nieuwe single. Ik zie de zon vandaag. Yeah. Zelf geschreven en de muziek gemaakt door Rob Konst. Daar gaan we. Zwaai me lekker mee. Hey, come on. Ik ben het met de dromen. Verlang nou naar de zomer. Vandaag ga ik naar buiten. En loop te fluiten. Ik loop door de straten. Het is stil en verlaten. In de verte lukt het als, heb dorst, trek in een glas warme. Ik zie de zon vandaag aan de hemel staan. Het is weer tijd om er lekker op uit te gaan. En lekker buiten lopen is voor mij heerlijk en zo fijn. De zon mag er altijd voor mij zijn. Ik zit op het terras, zie me kennen zonder glas. Zeg barman, kom eens hier, geef me maat, ook een bier. Zeg, het is een tijd geleden, dat wij een drankje deden. We hebben het weer leuk, ligt door jou in een deur. We gaan weer zwaaien. Ik zie de zon vandaag aan de hemel staan. Het is weer tijd om er lekker op uit te gaan. En lekker buiten lopen is voor mij heerlijk en zo fijn. De zon mag er altijd voor mij zijn. Het was vandaag een mooie dag. Kom maar mee. Waar ik weer op terug kijken mag. Zing maar mee, ik zie de zon vandaag. Zingen! Ik zie de zon vandaag. Goed zo! Het is weer tijd om er lekker op uit te gaan. Lekker buiten lopen is voor mij heerlijk en zo fijn. De zon mag er altijd voor mij zijn. Zing maar mee! Ik zie de zon vandaag aan de hemel staan. Het is weer tijd om er lekker op uit te gaan. Lekker buiten lopen is voor mij heerlijk en zo fijn. De zon mag er altijd voor mij zijn. Dank jullie wel! Gedaan, Jeroen. Ja, dank je wel. Alsof je niet weg bent geweest, joh. Nee, ja, helemaal super. Ja. Eind juni, hè? Ja. Helemaal super. Ja, ik kom zeker eind juni naar Bergpop kijken. En dan gaan we nu verder met natuurkenner Sander. Hij gaat ons iets vertellen over bijzondere duiven. Het heet de Engelse kopers. Dag kijkers, de Engelse kropper is een sierduifras. Dit duifras is ontwikkeld gedurende vele jaren van selectief fokken. Er zijn ongeveer 10 kroppersoorten, maar de Engelse kropper is een meest populaire. Het is een lange slanke vogel die op dunne lange poten door het leven gaat. Omdat die poten ook omringd zijn met veren, lijkt het net alsof de kroppen altijd zijn
zondagse pak aan heeft. Het zondagse pak van de kroppen komt in heel wat verschillende kleuren voor. Maar de spierwitte zijn vanwege hun helderheid kleur mooi om te zien. Engelse kroppers zijn allemaal afstammelingen van de rotsduif. Een ras met een vergroot gewas. Ze vliegen langs geleden al zo op dat zelfs Charles Darwin er in 1868 al over geschreven heeft. Een zekere William Berghardt tegen Mayenier schreef 300 jaar geleden dat de Engelse kropper is ontstaan uit een kruising van de oude drie duivenrassen. Namelijk de Hollandse kropper, de uploper en de Parijskropper. De kropper dankt zijn naam aan het feit dat hij zijn krop helemaal kan opblazen. Want een indrukwekkend gezicht is, de kropper is een joviale kerel die een waardig uitziet. Als je hem aanspreekt toont hij je meteen zijn prachtige ronde krop. De kropper is trots om voor huisvader te spelen. De fokkers van deze duivensoort hebben daarom vaak een hok met voedselduiven die je jonge kropduifjes grootbrengen. Want de eieren en jonge duifjes worden door het onhandige lijf van de Engelse kropper uit het nest geduwd. Tot zover mijn vogelrubriek. Tot volgende week. Oh, deze duiven zien er wel heel gek uit. Lange poten. Dat heb ik echt nog nooit gezien. Nog niet. Nou, laten we maar naar de reclame gaan, want het is hoogste tijd. Hoge temperaturen. Dus wat willen we dan? We willen dubbel fris. Of taxi. Nu maar voor €1,19 per pak. Müllermelk, Müllermelk. Oh, kom niet aan mijn Müllermelk. Nu, 1 plus 1 gratis. Ik kan niet kiezen. Fristie of chocomel. Of wordt er nou chocomel en fristie? Ik weet het niet. Nou, ik mag van allebei 1 pakken. 1 plus 1 gratis. Lekker taxi. Ja, lekker. En chocomel, fristie. Allemaal lekker. Heerlijk. Vorige week hebben we een debat tip gemist. Ja, en deze week ging Sander even langs de bakkerij. Debattip. Ja, beste kijkers, en dan is het nu weer tijd voor de baktip van de week. We gaan gauw naar de bakkerij. Hallo allemaal, is de nieuwe baktip van de week. Nathalie, wat is dit keer de nieuwe baktip van de week? We laten zien dat met Monika is er een filmpje gemaakt. Ga daar maar naar kijken. Nou, welkom bij de baktip van deze week. En deze baktip komt van Monika. Want wat hebben we hier, Monika? Deze deeg, is deze koud? Is koud, komt van de koelkast, hè, dat deeg. Deeg. Ja. Strak is met grote machientje met een mixer. Gaan we even draaien. En wat gebeurt er dan als we het nog heel even draaien? Misschien voor de wordt die wat zachter en soepeler. En dan kun je hem beter verwerken, want nu is het best heel hard. Hè? Laat eens zien hoe hard die is. Ja, is niet te verwerken, joh. Nee. Dus we laten het even draaien. Laten we strakjes zien hoe die dan is. En dan hoef maar eventjes te draaien. Zo ziet het er dan uit. Als het gedraaid is, is een mooi soepel deegje geworden om te kunnen verwerken. Nu weten we allemaal hoe boter zachter kan worden van structuur door een makkelijke tip. Bedankt voor de tip, Nathalie. En tot de volgende keer allemaal. Dag. Doei. En dat hebben we dan maar weer mooi geleerd daar bij de bakkerij. We zien ze graag volgende week weer terug. En naast ons staat Nathalie van de bakkerij. Ja, dat klopt. Hoe lang werk je al bij de bakkerij? Heel lang. Echt? En doe je ook nog iets anders dan de bakkerij of de hele week alleen maar de bakkerij? Ook van Velstraat. Bij Paspartout. Oh, ja. Paspartout, ja. Hartstikke leuk. En wat vind je het leukste om te doen bij de bakkerij? Appelschillen. Appeltjes schillen voor de appeltaart. Ja. Bij de Paspartout, wat vind je daar het leukst? Muziek.
muziek. Nou, hartstikke leuk, leuk. Nathalie. En we hopen je misschien nog een keer te zien. Ja hoor, graag. Ja, want we hebben nu contact nog even met Tieneke. Want zij fietst vandaag de Alp in de Alpen voor de Alpe d'Huez voor het goede doel. Om geld in te zamelen tegen de ziekte kanker. En Tieneke, waar ben je nu? We zijn hier in bocht 13. Drukte van belang. Aan de wanden zie je allemaal posters hangen. Van mensen die ziek zijn. Of mensen zelfs die al overleden zijn. Daar doen we het voor. Je ziet allemaal fietsers naar beneden komen. Die gaan nog een keer omhoog. En je ziet allemaal fietsers naar boven komen. En wandelaars natuurlijk, want je mag ook de berg oplopen. Nou, je ziet het. Het is hier een prachtige omgeving. Maar het is best steil. En het is best zwaar. Maar we gaan ervoor. Doei! Yes, Tieneke. Een mooi dat jouw Glenn dit doet. Wat een goede doel. Mooi. Nou, succes hoor Tieneke. Rachel is geen onbekende voor jullie. Ze presenteert Raad de Plaat. Maar Rachel maakt ook mooie muziek onder de naam Skew 40. Skew B40. Ja, een heel moeilijke naam. Ze maakt een videoclip bij haar single To Begin Again. Releasing dark emotions from my soul is all I need to make me whole. Hold up your hands to begin again. I want to share my divinity. I was so blind, but now I see.
zo'n vierling. Ik raak er een beetje mooi van in de war. Maar het is nu tijd voor een beetje humor. Want we gaan nu naar de moppen van Bart. Ja, yeah, lachen hoor. Beginnen maar. Hey Bart, gezellig, daar ben je weer. Hey Bart. Ja. Heb je dit keer poppen of raadsels? Raadsels. Nou, kom maar op. Jos, ik ben benieuwd. Ja, Jos zegt dat ik deze nog niet ken. Het staat in de wei en het knoeit. Oh, een boerin? Nee, een knoei. Wie van jullie heeft deze al eens gehoord? Ik niet. Ja, benieuwd voor de anderen. Heb je nog een raadsel, Bart? Ja. Welke schoen heeft geen zool? Het is geen halve zool. Oh. Dat niet, jongens. Wat dan? Wat het wel is een handschoen! Wat is het verschil tussen een bakker en een tapijt? De een bakt brood. Geen flauw idee, Bart. De bakker moet voorop staan en de tapijt mag blijven leggen. Het is klein, dronken en loopt door het bos. Bart, nee. Nee. Paulus de vodka-kabouter. De vodka-kabouter. En Jos, wel een beetje op je woorden letten, want ik ben niet dronken. Oh, sorry. Hey Bart, heb je nog een leuke mop? Ja hoor. Ja hoor. De dierenbescherming moet naar Jos gaan bellen en klagen, vind ik. Waarom? Jij vertelt ze toch? Nee, Jos heeft ze verzonnen, deze. Die verzint ze voor me. En deze ook. Oh, nou, kom maar op. Het is geel en... Nee, het is geel en als je op een knopje drukt, is het rood. Ik zou het niet weten. Een kuikentje in een blender. Nou, Bart, dat gaat toch niet. Nee, dat doet Jos. Ja, geef mij maar de schuld. Jos, gaat je. Hij bouwt nog een laatste, een afsluiter. Een laatste, ja. Wat is het lievelingsijs voor paarden? Vanilleijs? Nee, paardeier. Nee, paardbijenijs. Paard? Eibijen? Nee, paard. Dankjewel, Bart. Hey, dankjewel, Bart. Hoi, hoi. Oké, okay, hoi. Was lachen. Ja, was super lachen, Pip. Ja, want Marcus heeft vandaag weer een paar nieuwtjes over pretparken. Het gaat over dino's en moviepark. Vandaag twee nieuwtjes in het pretparknieuws. Het Overijsselse pretpark De Waarbeek is overgenomen door dinosaurussen. De trekpleister in Hengelo opende onlangs het nieuwe dino-gebied Dino World vol brullende prehistorische monsters. Er zijn meerdere attracties te vinden, waaronder een familieachtbaan. De bescheiden Italiaanse achtbaan kreeg de naam Raptor Adventure. Verder werd een bestaande treintje omgedoopt in Dino Express. Passagiers van het treintje komen in oog te staan met verschillende soorten dinosaurussen. Daarbij passeren ze ook een overdekt gedeelte en een grote vulkaan met een 7,5 meter hoge brachiosaurus. Movie Park Germany ligt bij Duisburg in Duitsland en dat is 2 uur en 40 minuten rijden hier vandaan. Als je nu daar in de buurt op vakantie gaat, is het misschien leuk om naar het moviepark te gaan. Want daar is een nieuwe stuntshow en die stuntshow heet Operation Red Carpet. Je ziet hier de beelden.
van de hoogtepunten is de komst van de grootste quarterpipe van Duitsland. Er wordt ook gebruik gemaakt van vuurwerk, vlammenwerpers en pistolen. Actiescènes met motor- en autostunts volgen elkaar in rap tempo, oftewel een presentator en cameraman live verslag doen van de gebeurtenissen. Tot zover het pretparknieuws van vandaag. Mooie pretparken, ja. Mooi, ja. Nou, de dino's zijn net echt, hè? Ja, ik zou er bang van worden, joh. Ja. We gaan kijken naar Jan Roland, een lege film van Jon. We gaan vandaag naar een lege basis. Jan en Ronald lopen op een legerbasis. Op een gegeven moment vinden ze 3 mijnen en ze besluiten die mee te nemen naar de sergeant. Onderweg terug, zegt Jan. Wat doen we als er eentje afgaat? Antwoordt Ronald. Dan zeggen we gewoon dat we maar 2 hebben gewonden. Dat is ook wel leuk, hè? Ja. En wie houdt er hier van dammen? Jij? Hou jij van dammen? Nee, ik kan wel. Ik ken het goed. Ja, want ik ging een tijdje terug weer op pad naar plein 6 en ik ging aan de voorbijgangers vragen of ze wilden dammen. Het Persjournaal presenteert een spelprogramma waarvoor u op het puntje van uw stoel gaat zitten. Hier is uw presentator Ashwin de Graaf met... Dag kijkers, welkom weer bij een nieuwe aflevering van Doet Het Of Doet Het Niet. Dag kijkers. Zo te zien hebben wij een groot dambord. En ik ga aan de voorbijgangers vragen of ze ook een damsteen willen verzetten. Doet Het Of Doet Het Niet. Leuk! En ik heb een heel groot dambord. Wil jij ook een meedoen? Ja, dat wil ik heel graag. Nou, kom maar. Je mag eentje verzetten. Helemaal Supermax? Ja, I am Supermax. Supermax, Max, Super, Supermax, Max, Max, Supermax, Max, Super... Dankjewel. Graag gedaan. En misschien tot de volgende keer. Ja, sowieso. Hey, grote vriend, Roelie. Ja, dat klopt. Wil jij meedoen met dammen? Ja, graag. Je mag geen schuifje verzetten. Ik ben er ook wel kan. Even hoor. Die gaat zo. Wel, Roel. Nou, Roel gaat nog even verder en ik ga op zoek naar een volgende kandidaat. Ik heb hem. Helemaal super, Roel. Dankjewel. Ja. Hey, Frieda. Je zit in mijn programma. Oh. Doet hij toch, doet hij niet. Nee. Wil jij één damsteen verzetten? Eén damsteen verzetten? Oh, dat wil ik wel, ja. Ah, je mag zelf kiezen. Oh, hier staat het. Hartstikke bedankt voor het meedoen. En misschien tot de volgende keer. Nou kijk eens, we gaan nu naar de laatste kandidaat. En dan mogen je in de studio raden of hij het wel of dat hij het niet doet. Hoi hoi. Nee, je zit in mijn programma. Nee. Doet hij het of doet hij het niet? Jullie in de studio, hij doet het niet. Ja, ze zitten lachen. Ik denk van ja... Ja, ze denken van, oh, help die camera. Ik denk toch wat als dat wel doet. Ja, joh, dat is wel. En meteen? Nou, denk aan mijn werk, mij wel doet. Hey, Fred? Ik denk het ook wel. Ik denk het ook. Jij? Ja. Ja? Ja? Hier nog... Wil je één dams...
Wil je één damsteen verzetten? Het maakt niet uit hoe je het doet. Oké, nou één. Ja. Ga ik doen. Ik ben er niet goed in, ik ken het heel... Maar eentje te verzetten. Oké. Dankjewel voor het meest. Kijkers, ze deed het dus. En dit was Doet het of Doet het niet voor deze week. Tot volgende week. Dit was het dan weer. Ze deed het wel, hè? Ja. Ik wist het. Ja. Ja, dan moet je dus gewoon staan, hè? Als ik je tegenkom. Martin heeft een special gemaakt over de Nederlandstalige artiest René Kaars. Goeiedag, hallo. Leuke special over René Kaars. René Kaars treedt sinds 1977 vooral met zijn moeder, zangeres Jannie Kaars, dubbelboer, op als duo Kaars. Daardoor de liedjeskeuze is duo Kaars bij veel emigranten in Canada en Australië bekend geworden. Als de lente komt, pluk ik voor jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000. In 2007 bracht René Kaars als solo-artiest 2 singles uit. Super gave tijd en Dat moet je niet doen. Beide singles staan ook op zijn eerste soloalbum. Hey, hey, wat was dat? De vroeger een super gave tijd. En met tranen in mijn ogen denk ik vaak nog met spijt aan die jongens en die meiden uit de hoogste klas. Ik wou toch zo graag. In 2008 maakte René Kaars de single Ik wil zo graag weer 20 zijn. Ik wil zo graag weer 20 zijn en zo verliefd als vroeger. Van roze geur en maneschijn, dat hoort bij die tijd. En als ik dan weer 20 was, dan zou ik het wel weten. In 2009 kwam René Kaars zijn single Nooit om de liefde huilen uit, gevolgd door de single Na jou, op de tafel dansen en wat een feest uit. Want we houden van het voetbal, wat een feest. Nee, we zien geen zwakke plekken. Laat het bier maar heerlijk smaken, wat een feest. In 2011 bracht René Kaars de single De Deur van de Kroeg uit. In de videoclip zie je ook gebarentaal. Want de deur van de kroeg stond open. Op 1 oktober opende René Kaars bovendien aan een eigen winkel met als thema teddybeer. Achter deze winkel is een kleine berentheater gevestigd, maar hij waait samen met zijn berenwindjes, ploef, kindervoorstellingen speelde. In 2015 kwam de eerste single uit van Proef en René Kaars. Het nummer heette Een lied over mij.
Ik heb oren en een mond en we draaien in het rond. Ik heb een hele dikke buik en een neus waarmee ik ruik. Ik heb links en rechts een been en mijn hart is niet van steen. Van mijn handen heb ik twee, dus zwaai maar mee. Ja, la, la. In mei 2016 vertrok René Kars naar Turkije, waar hij met collega zanger Stef Echo, die vorig jaar heeft gemaakt, een nieuwe nummer schreef met als titel Lieve de Dik in de Kast, in de Kist. Dit werd een kleine hit in een nieuwe uitvoering in 2022. René Kars werkte afgelopen jaren mee aan het televisieprogramma All Together No. In de Alleskunnen VIP's. En zijn laatste single uit 2022 heette Die interesseerde me geen ene reet. Dat interesseert me echt geen ene reet. Dat was voor deze keer. Volgende week een andere special. Ik weet niet meer voor wie. Zie je wel weer hoor. Doei doei. Ja, Martin. Helemaal leuk. René Kars. Helemaal super. En we hebben een leuke tekening gekregen. Even kijken bij welke camera die camera. Ja, deze tekening hebben we van Martijn gekregen. En die is voor het Bergjournaal. Hartstikke Martijn. Leuk, Martijn. Dankjewel. Dankjewel. Marcus hebben we al twee keer gezien deze uitzending. Maar nu gaan we hem nog een keer zien met de filmtip van de week. Hebben jullie zin in een leuke film in de bioscoop? Nou, hier is Marcus met de filmtip van de week. Dank. Nou, bedankt Marcus. Dat was een goede tip. We gaan zeker kijken naar die film. Grappige filmpjes. Dag kijkers van het Bergjournaal. Wat fijn dat jullie kijken naar It's Me, Berg Boymans, aflevering 95. Yeah! Mijn hond Max is er gezellig weer bij deze week en die kijkt gezellig met ons mee naar de top 5 van deze week. En in de eerste video van deze week denkt het hondje, waarom wilt die meneer toch niet met mij spelen? We gaan gauw kijken. Geweldig. Oh, Goesie. Dat is zo zielig. Dat hondje wil graag spelen, maar die beeld die doet niks. Die beweegt niet. En het hondje die snapt dat niet. Geweldig. Jij, Max, ben je zo draaf. luister en huiver. Het is nu tijd voor muziek. En deze eekhoorn, die kan eigenlijk best wel goed saxofoon spelen. Geweldig. We gaan gauw kijken, jongens. Let's go. Geweldig. Best wel knap, beste kijkers. Ik wist niet dat eekhoorns zo goed saxofoon kunnen spelen.
Geweldig vond jij dat ook, Max? Ja, hè? En dit hondje die denkt, hè? Waar gaat die bal nou toch heen? Hè? Waar gaat hij toch heen? Geweldig, ik kijk gezellig met jullie mee. Mooi, man. Dit is zo... Nee, dat is op de tv, dat is hier het echt. Nou, beste kijkers, en dit is de slimste vogel van de week. Toch, Max? Of nee? Toch niet? Of toch wel? Leuk, man. Ik kijk gezellig met jullie mee. Applaus, applaus, applaus. De slimste vogel van de week, beste mensen. Toch, Max? Ruf, ruf. Max vindt dat ook. Hey, kijkers. En tot slot gaan we nog even lekker sporten met de poedels. Jij, geweldig. Max, jij bent geen poedel, hè? Nee, hè? Oh, geweldig. Knap hoor, ik ga zelf ook even sporten zo. Dat doe je dan zo, weet je. En dat doe je zo. Hop, 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 hop. En dan nog een beetje zo bewegen. Hoppie. Oh nee, dat is een beetje dansen. Dat is een beetje gek. Beste kijkers, dit was het weer voor deze week. Volgende week ben ik weer terug met Berg Boymans. Aflevering, 96. Honderd komt naderbij. Ik zeg adios en we gaan weer terug naar de studio met Eswin en Patrick. Doei doei, fijn weekend allemaal. Mooi, man. Een wegen goed idee van Berg Boymans. Ja, maar leuke filmpjes weer. Mooi, ja, leuk. Ik vond wel een beetje zielig voor die hond. Ja, bij het standbeeld vond ik wel zielig. En ik vond die papegaai hartstikke leuk. Oh, hartstikke leuk. En we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van deze uitzending, helaas. Oh. Ja, maar ja, we gaan eerst nog even naar Tommy Brexit voor het weer. Ja, soms gaat het wel eens mis, beste vrienden. Oh, de verkeerde stem. Oh, oh, ja. Hallo. Hallo, goeiedag, kijkers van Bezaal. Hier is Tommy Brexit. Al zou je het soms niet zeggen. Oh nee, ik wou Tommy. Het weer voor de komende dagen. De komende week blijft het droog. Dus jullie moeten zelf de plantjes besproeien. Nee. Niet piezen, maar gewoon een beetje water in een gietertje. En dan even bij de plantjes langs. Blijft de tuin weer helemaal fijn. Hé? Ja? Hoe weet je dat, Tommy? Tommy heeft groene vingers. Kijk maar. Koek, koek. Nou, het weer. Laten we beginnen met het weer van het weekend. Het weekend, het blijft droog. Veel zon. Graadje toch 19 à 20 graden. Dus voor de tijd van het jaar zeer aangenaam. Woe, aangenaam. Ja, aangenaam. Ja, hier is Tommy. Oh nee, het weer is aangenaam. Dan de maandag tot en met de vrijdag. In halverwege de week zien we de temperatuur een beetje dalen. Dus het gaat van 19, 18, 17, 17. Dus op donderdag zit je op de 17 graden. Dat is toch wel koud. Daarna loopt de temperatuur weer langzaam op richting de 19 graden. Dus volgende week vrijdag zal het zo'n graad of 19 zijn. Vanaf de donderdag... kans op een klein spatje regen, maar dat is een beetje in de toekomst kijken. Het zal allemaal wel goed zijn. Dus de rest van de week blijft het ook droog. Erg droog. Factor smeer je goed in.
Want de zonfactor is hoog. Ja, dat is de zon. Dus je kan wel makkelijk verbranden. En dus smeer goed in. Hè? Beetje zonnebrand. Altijd goed. Nou, ik wens jullie heel veel plezier dit weekend. Tommy gaat zich ook maar even insmeren, want het wordt toch een beetje warm. Hè? Kijkers, tot de volgende keer. De Letokie. Truus, waar is de zonnebrand? Hé hey Patrick, ja. Het wordt alweer een beetje zomers weer, hè? Is het buitenbad te lopen? Die is vandaag open gaan. Ja, lekker. Dus nou, allemaal lekker zwemmen. Zwembroek aan heb. Oké, lekker zwemmen. En dan nou de groetjes, hè? Ja, vet. Groetjes van Jos en Henk. Dat is van hier. Ik wil de groeten doen aan Anouk en mijn moeder Marta. Hoe kan je roepen, Katwijk? Groeten aan de bakkerij. Nou, ik zou zeggen... Jorik. En allemaal een heel fijn weekend. En tot volgende week. Doeg! Weet je al hoe lang je aan het douchen bent? Je zit nog 10 minuten onder de douche met die badeentjes te spelen. En zo verspil je wel 72 liter schoon drinkwater. Ik heb ineens een idee. Als jij nou jouw lievelingsliedje uitkiest van 5 minuten en daarop gaat douchen... Als de muziek dan afgelopen is, weet je precies dat je moet stoppen. Zo besparen we maar liefst 36 liter schoon drinkwater. En heel veel gas om het water warm te maken. En dat is helemaal mooi in deze tijd. Ik ben je 5 minuten lang bezig geweest met dansen. En je bent helemaal vergeten je shampoo uit te spoelen.